Is Mars een goed alternatief voor de aarde? Hier in de werkplaats repareer ik dat misverstand. Verhuizen naar Mars zou wel eens een campingtrip from hell kunnen zijn. Het ziet er niet goed uit voor de aarde. Door vervuiling, CO2-uitstoot en het uitputten van natuurlijke bronnen is onze planeet onherkenbaar aan het veranderen. Geen wonder dus dat sommige mensen vinden dat er een plan B moet komen. Of beter gezegd, een planeet B. Een plek waar de mensheid naartoe kan als de aarde niet meer leefbaar is. En daarbij kijken ze vooral naar de planeet Mars. Al anderhalve eeuw fantaseren we erover dat daar leven mogelijk is. En misschien daar al bestaat. En dat kwam doordat in de 19e eeuw sommige astronomen dachten dat er op Mars intelligent leven was. In hun telescopen zagen ze enorme geometrische kanalen. Maar toen ze in de jaren 60 met ruimtevoertuigen langs Mars vlogen, toen zagen ze eigenlijk dat Mars gewoon een hele kale, ronde rotsplaneet was. Toch lijkt Mars relatief goed geschikt om op te leven. En dat zit zo. Ons zonnestelsel heeft vanaf de zon 8 planeten. Mercurius, Venus, we hebben natuurlijk de aarde, de planeet Mars, we hebben Jupiter, Saturnus, uiteraard met ringen, we hebben Uranus en Neptunus. De laatste 4 planeten die vallen sowieso af. Ze bestaan voornamelijk uit gas en ze hebben eigenlijk geen vast oppervlak waar je op kunt staan. Mercurius en Venus die zijn veel te heet. Overdag kan het daar met gemak een paar honderd graden Celsius worden. En alleen daarom zou je daar niet heen willen. Het enige alternatief voor de aarde zou dan dus de planeet Mars zijn. Op Mars kan het weliswaar 's nachts meer dan 100 graden vriezen. De maximum temperatuur is ongeveer 35 graden. En daar kunnen we vast en zeker iets op verzinnen om te kunnen overleven. En het tweede pluspunt, op Mars is er water. Het zijn weliswaar geen kabbelende beekjes, maar met name bevroren ijskappen op de polen. Net zoals bij de aarde. En er zit ijs dieper in de grond. En met behulp van technieken kunnen we daar vast en zeker wel water vandaan halen. Het derde voordeel, Mars is relatief dichtbij. Op Venus na is het de dichtstbijzijnde planeet. En eens in de 2 jaar dan staat Mars het dichtst bij de aarde. En dan kun je in een half jaar tijd met gemak de oversteek maken. Dat is lang, maar het is nog altijd korter dan dat zeevaarders er vroeger voor nodig hadden om van Nederland naar Azië te varen. Toch zijn die voordelen niet echt voordelen. We zullen heel veel techniek nodig hebben om alleen al te kunnen overleven op Mars. Echt comfortabel zoals op de aarde zal het nooit op Mars worden. En dat komt vooral omdat Mars iets niet heeft wat de aarde wel heeft. Namelijk een magnetisch veld. Een magnetisch veld is een soort ruimteschild. En dat beschermt de planeet tegen wat we de zonnewind noemen. Een stroom van elektrisch geladen deeltjes die door de zon de ruimte in worden gespuugd. Als zo'n elektrisch geladen deeltje op een magneetveld botst, zoals bij de aarde, dan weerkaatst zo'n deeltje zonder al te veel schade aan te richten weer terug de ruimte in. Als er geen magneetveld is, zoals bij Mars, dan komen die zonnewinddeeltjes wel in de dampkring terecht. En daar kaatsen ze als het ware de luchtmoleculen van de planeet de ruimte in. En zo is molecuul voor molecuul de dampkring van Mars weggelekt naar de ruimte. En er is ook nu bijna geen atmosfeer over. De luchtdruk aan het oppervlak van Mars is maar 1% van wat we op aarde hebben. Nu zijn er op Mars nog wel gassen te vinden. En die zijn opgeslagen in onder meer stenen en in de ijskappen. Maar zelfs als je alles daaruit zou halen, dan kunnen we nog steeds maar op 7% uitkomen van de atmosfeer die we hier op aarde hebben. En dat is veel te weinig. En zonder een atmosfeer heb je al 4 serieuze problemen. De eerste ligt voor de hand. Je kunt namelijk niet ademhalen. En als je naar buiten toe gaat, dan zul je altijd een ruimtepak met zuurstofflessen nodig hebben. Niet heel erg handig. 2. Doordat de luchtdruk zo laag is, verdampt water heel erg snel. Op zeeniveau, op aarde, kookt water bij 100 graden. Maar in de ijle lucht, bijvoorbeeld op de top van de Mount Everest, daar kookt water al bij 70 graden. En op Mars kookt water bij temperaturen die al heel dicht bij het vriespunt liggen. Als er dus al vloeibaar water is, dan is het ook zo weg. Het derde nadeel van geen atmosfeer hebben. Zonder atmosfeer heb je geen bescherming tegen straling vanuit de ruimte. En op aarde hebben we een dikke atmosfeer. En die beschermt de aarde tegen die kosmische straling. Maar Mars heeft bijna geen dampkring. Dus al die straling die wordt niet tegengehouden. En zonder die bescherming is dat voor mensen en andere levende organismen dodelijk. Vierde nadeel. Een atmosfeer is ook een soort rem. En alles wat er doorheen vliegt, dat wordt afgeremd. Als je nu een brokstuk steen hebt uit de ruimte dat in die atmosfeer terechtkomt, dan wordt dat zo hard afgeremd dat het niet inslaat op het oppervlak, maar verbrandt. En zulke kleine brokstukjes, die zien we hier op aarde dan als een mooie vallende ster. Maar op Mars, daar slaan ze wel in. Omdat Mars nauwelijks een atmosfeer heeft en dus geen rem. We kunnen in elk geval veel leren over het verleden van Mars, want uit onderzoek met allerlei ruimtemissies is gebleken dat Mars in zijn vroege beginjaren veel meer leek op de aarde. Maar ooit is Mars onherstelbaar veranderd en werd het de gorddroge woestijnplaneet die het nu is. En als we met z'n allen daar willen overleven, dan zullen we voor 100% afhankelijk blijven van ingewikkelde technische oplossingen. En dat is onbetaalbaar.
Het is een astronomische missie met een astronomisch prijskaartje. Je darmen zijn je tweede brein. Ik ben Inge, voedingswetenschapper. En in de volgende video vertel ik jou hoe je darmbacteriën bepalen hoe jij je voelt.